Vader, goeiedag en welkom bij dit programma die gemaakt is speciaal in het kader van Vaderdag. Op zondag 20 juni is het Vaderdag en over het algemeen is het een dag waarbij de vaders in de bloemetjes gezet worden en er leuke dingen gedaan worden, er lekker gegeten wordt. Maar in principe is er veel meer aan die dag die genoemd wordt Vaderdag. Het gaat er voornamelijk om te weten te komen en bewust te worden van de waarde van het vaderschap. En ik weet het, we leven nu in een hele moeilijke, uitdagende periode. Niet alleen maar financieel-economisch is het moeilijk in Suriname, maar wereldwijd wordt deze aarde geteisterd door de coronapandemie. En dat heeft invloed op alles. Op hele gemeenschappen, op politieke beslissingen, op gezinnen en natuurlijk ook op het functioneren binnen de pionnen in het gezin. In dit geval daar richten we ons op het vaderschap. We gaan daarover praten met drie mensen die er heel veel van afweten. Ik stel aan u voor het panel waarmee we vandaag gaan praten over de waarde voornamelijk van het vaderschap, de problemen van het vaderschap en we gaan kijken hoe we wat oplossingen kunnen aandragen voor die problemen. En dat panel bestaat uit drie mensen. Ik heb in het midden zien we Julia Terborg, de enige vrouw in het gezelschap. Julia is socioloog, wetenschapper en zij zal alles benaderen vanuit dat oogpunt. Julia, van harte welkom. Dank je wel. En dan zien we aan de rechterkant van Julia, zien we Steven Alfaisi. Die is alom bekend. Steven is niet alleen maar vader, maar ook politicus. Hij is de voorzitter van Doe. Steven, welkom in ons programma. Dank je, Masano. En aan de andere kant hebben we de jongste in het geheel, de jongste teller van dit drietal. En dat is een hele goede vriend van mij, ook vanwege mijn beroep, zeg maar. Dat is Mitchell Wongsari-Kromo. Mitchell is vader, hij is ex-topsporter. Hij is coach en in die hoedanigheid heeft hij ook veel te maken met kinderen. En laten we elkaar niet voor de gek houden, trainers en coaches, die hebben ook als taak om kinderen op te voeden. Mitchell, van harte welkom, jongen. Dank je wel. Bedankt voor het willen hebben van mij. Ja, oké. We gaan dan heel kort een snelle introductie doen. En ik begin dan met de dame in het geheel, Julia Terborg. Julia, jij bent socioloog. Jij hebt onderzoek gedaan naar situaties van kinderen in gezinnen. Maar laat me eerst beginnen te vragen, hoe was de relatie tussen jou en je papa? Mijn vader is er helaas niet meer. Maar de herinneringen die ik aan hem heb zijn heel bijzonder. Mijn vader was leraar. Dus hij is eigenlijk altijd heel vormend bezig geweest. Hij was eigenlijk ook een hele betrokken onderwijzer. Iemand die echt in bijna alle districten heeft gewerkt. En eigenlijk echt ook een... niet alleen een onderwijzer was, maar echt ook een vader voor de leerlingen. Dus zich ook bezig hield met, weet je, situaties thuis en zo. En we hebben vaak ook kinderen van school opgevangen die problemen hadden thuis. Dus hij had natuurlijk ook zijn issues. En in die relatie met mij waren er ook ups en downs. Maar wat me is bijgebleven is zijn betrokkenheid, de emotionele band die ik met hem had. En eigenlijk die liefde die hij altijd heeft uitgestraald. Dus al bij al is het een hele prettige, positieve relatie geweest. Oké, dat is heel mooi. We komen straks terug op vaderschap en de professie van hem, het onderwijs, want... Vraag me af als hij zich soms niet vergiste dat hij voor de klas stond terwijl hij voor de kinderen van hem stond. Maar goed, daar komen we straks op terug. Ja. We gaan naar Steven. Steven, politicus, hoe was de relatie met jouw vader? Thank you, Marciano. Ik mag aangeven dat ik in principe een heel bijzondere relatie had met mijn vader. Hij was een vader die heel... op sommige momenten liefde kon tonen, maar op andere momenten heel streng kon zijn. Mijn vader die werkte als in feite veldwerker voor toenmalige Grasalco.
En wanneer hij bleef heel lang weg in het binnenland vanwege veldactiviteiten. Maar wanneer hij terugkwam, dan had hij altijd iets om zijn kinderen te verrassen. En meestal was het een van die exotische dieren. En ik ben de jongste uit het gezin, uit een gezin van 9. En ik werd altijd als jongste verwend. Maar ik hield er altijd rekening mee dat mijn vader, behalve dat hij liefde had en hard werkte voor ons, dat hij ook heel streng kon zijn. Maar dat nam niet weg dat er een bijzondere band was tussen mijn vader en ik. En dat ik altijd uitkeek en uitkeek naar zijn komst terug uit het binnenland. Hij is er ongeveer 2 jaren terug is hij heen gegaan. Maar die herinneringen aan mijn vader, die zijn altijd levendig en eentje van blijdschap en dankbaarheid. Dat iemand die helemaal geen westers onderwijs heeft genoten, zich daadwerkelijk heeft ingezet voor zijn kinderen. Om te zien en iets te zien dat de kinderen iets worden in de maatschappij. En ik ben blij dat hij dat nog heeft kunnen meemaken voordat hij is vertrokken. Geweldig, geweldig. Dat is een hele mooie insteek. Dan gaan we terug naar Mitchell Wongsodikromo. Mitchell ken ik. Mitchell's vader ken ik ook heel goed uit Markershout, of heb ik gekend, want die is dit jaar nog overleden. Mitchell, vertel, ik weet dat er gewoon een geweldige band was tussen jou en je vader, maar hoe heb jij het zelf ervaren? Nou, eigenlijk kan ik me aansluiten met de vorige leden. Ik had ook een heel goede band met mijn vader. En hij als sporter natuurlijk heeft mij ook begeleid. En het feit dat ik waarschijnlijk ook in de sport ben, heeft de band tussen ons sterker gemaakt. En meer ook omdat ik de enige zoon was. Dus hij zei het niet, maar ik merkte het uit zijn handelingen dat hij heel trots was natuurlijk. Want hij was op zich ook geen mens of persoon van veel woorden, maar hij liet het altijd blijken. Hij was ook leerkracht van huis uit, dus natuurlijk ook een beetje streng, maar heel zachtaardig en ook geliefd bij velen. En zo heb ik hem ook ervaren als vader. En ik kon wel altijd op hem rekenen. Als ik in de problemen zat of als ik vragen had. Dus die herinneringen ga ik ook wel altijd met me meenemen. Hij was natuurlijk altijd extra streng naar mij toe als trainer, omdat hij altijd het beste voor mij voorover had en de talent in me zag. Dus ik kreeg altijd de grootste bokken van al die andere spelers. Ja. Nee, dat... Maar, ja, kijk, op dat moment, dat snap je het niet, natuurlijk. Want ik had altijd zo'n houding van, ja, maar waarom moet hij mij altijd bokken? Maar naarmate ik ouder werd en beter werd, dan snapte ik wel waarom. En daarvoor ben ik hem heel dankbaar dat hij zo strak is geweest. En nu bok je je eigen kinderen ook, dus je hebt dat allemaal meegenomen. Minder erg. Oké. <Okay. laughs> Laat me even bij Mitchell blijven. We denken, vaders hebben kinderen. En om een kind te maken is niet zo moeilijk. Maar het vaderschap houdt veel meer in dan alleen maar een kind helpen een kind op de wereld te zetten. Laat me beginnen bij Mitchell. Wat zie jij als je vaderschap moet definiëren? Hoe zou je dat definiëren, vaderschap? Nou, Als vader probeer ik, ja, je zei het al, gewoon vader zijn is niet alles. Dus dat je vader bent van het kind, maar ervoor zorgen dat je er bent, je aanwezigheid, de ondersteuning, de begeleiding, dat alles hoort er ook bij. En ondanks je eigenlijk niet weet wat, ja, laat me het anders zeggen, toen ik pas vader was,
twijfel je ook aan jezelf als je een hele goede job gaat doen. Van, doe ik genoeg? Ga ik in de long run zo goed kunnen begeleiden? Maar uiteindelijk leer je het wel gaandeweg. En natuurlijk probeer je uit je eigen ervaring, wat je hebt gehad met jouw ouders, met jouw vader, in hoeverre dat mogelijk is natuurlijk. Probeer toe te passen wat je hebt geleerd. En ja, dat is het eigenlijk een beetje van mij kan. Hoeveel kinderen heb jij trouwens, Mitchell? Ik, twee. Oké. En twee dochters, één van vier, één van drie. Oké, geweldig. Stefan, hoeveel kinderen heb jij? Ik heb drie zonen. En één is vandaag 21 geworden, die studeert in het buitenland in België. Een tweede die is 18, zit in de laatste VWO. En onze jongste, een nakomertje moet ik zeggen, die is 12 jaar en zit in de eerste nul. Nou, in elk geval gefeliciteerd met die grote. En als je kijkt naar waar ze nu op school zitten, dan heb je het niet slecht gedaan. Maar terug naar onze vraag, hoe definieer jij vaderschap? Laat maar beginnen, zo beginnen dat vaderschap voor mij een hele mooie ervaring is. En het is ook een bewuste keuze geweest om vader te worden. Toen wij ready waren, mevrouw en ik, Conchita, we waren dus nog niet getrouwd. Maar we hadden bewust die keuze gemaakt. Zeg maar, hey, ik denk dat het nu tijd is om te werken aan een kind. Ik werkte al en studeerde nog, terwijl mevrouw had besloten om te gaan werken. Dus het is een bewuste keuze geweest. Laat me aangeven dus dat vaderschap voor mij is een verantwoordelijkheid. Het is aan de ene kant een blessing, happiness, maar aan de andere kant is het een verantwoordelijkheid die je zou moeten dragen. Omdat het, we gaan naar de, in feite de basisvraag van ons allemaal hier op aarde, van waarom en waarvoor zijn we hier op aarde. Dat heeft ook te maken met de vraag van waarom ben ik vader, wat is mijn rol? En je hoeft niet hooggeschoold te zijn om dat te beantwoorden. Ik heb het gezien bij mijn vader. Als je dat antwoord hebt, waarbij het duidelijk is zeg van mijn bijdrage of mijn rol is, ik heb kinderen gezet en ik moet ervoor zorgen dat ze succesvol zijn, dat ze law-abiding citizens zijn, dat ze gehoorzaam zijn en dat ze door de maatschappij al positief worden ervaren. Dat is in principe de opdracht die ik zie in een stukje vaderschap. Dus nogmaals, het betekent voor mij heel veel, maar het betekent een opdracht, een commitment die je aangaat om in feite het kind je hebt gehad, maar ook veel beter open te dragen aan de volgende generatie. En zo ervaar ik dat. En tot nu toe doe ik het zo op zo'n manier. Ik noem zelf mijn vorm van opvoeding, noem ik conservatief-liberaal. Waarom noem ik het conservatief-liberaal? Ik heb nog een aantal oude dingen waaraan ik pas op, ik heb geleerd van mijn vader. Maar ik ga ook mee met de moderne zaken. En natuurlijk niet op dezelfde wijze zoals mijn vader het deed. Maar in ieder geval moderner, waarbij je de kind de ruimte geeft om te kunnen praten, om zijn zeggen te doen. En uiteindelijk zo, zeker als ze opgeschoten kinderen zijn, dat je niet meer iets hebt van het is nu zeggen en opdragen, maar het is meer een stukje van begeleiding. Dus ik geniet ervan. Als ik zeg dat ik het niet, dat ik er niet van geniet, ga ik liegen elke dag weer met mijn kinderen. En zo ervaren mijn kinderen dat ook. Geweldig, ik denk die combinatie van dat van je vader en dat moderne lijkt me niet zo makkelijk, hoewel jij er erg makkelijk over praat. We gaan naar Julia. Julia, zijn er vaste omschrijvingen vanuit de sociologische wetenschap van wat vaderschap is?
Kijk, vaderschap is sowieso niet iets waar je mee geboren wordt. Hè? Mitchell zei het mooi, je moet het eigenlijk geleidelijk aan leren. En er is eigenlijk ook geen vaste vorm waarin je invulling geeft aan vaderschap. Er zijn vaders die geen biologische kinderen hebben, maar die eigenlijk toch gewoon hele goede vaders zijn. Er zijn vaders die niet samenwonen met hun kinderen, maar ook gewoon heel goed die vaderschapsrol kunnen invullen. Terwijl er ook vaders zijn die samenwonen, misschien zelf getrouwd zijn, maar afwezig zijn als vader. Weet je, dus je kan echt op hele verschillende manieren invulling geven aan vaderschap. Ik denk dat wat belangrijk is, is het gevoel. Het zijn de bindingen, het zijn de emoties. Eigenlijk de emotionele relatie die je zeg maar ontwikkeld met je kind. Dat is wat eigenlijk heel belangrijk is in vaderschap. Oké. We leven in een niet makkelijke periode, moet ik zeggen. Los van die financiële situatie in Suriname, is de COVID-pandemie is natuurlijk wereldwijd een aspect waar iedereen rekening mee moet houden. En het gaat in dit geval niet zozeer om zeg maar, dat virus, het gaat wel om het gevolg van het virus, de maatregelen die getroffen worden. Mensen, zoals we nu zitten, in een total lockdown, waar ouders naar het werk gingen 5 dagen in de week, zijn ze nu 5 dagen in de week ineens thuis met die kinderen. Heeft dat het vaderschap, Steven, voor jou veranderd, zoals je nu omgaat met je kinderen in deze moeilijke periode, zeg maar de periode van total lockdown, waarbij je veel vaker thuis bent? Nee en ja. Nee, omdat we als gezin al een heel sterke band hadden. Dus we deden dingen vaker samen. Ik creëerde de ruimte en de tijd om leuke dingen met mijn gezin te doen. We gingen vaker naar het binnenland. Dus nogmaals, ik creëerde ruimte voor ons als gezin. Wat die total lockdown heeft meegebracht, dus dat je zeker met de kinderen en het gezin, dus de vrouw, die hier zijn, mijn ene zoon is aan de andere kant, zoals ik al eerder zei, dat we dus in principe nu vaker leuke dingen samen kunnen doen, maar ook lekker leuk kunnen babbelen. Je krijgt extra ruimte om zaken die je met je zoon in zijn eentje zou willen bespreken, niet had kunnen bespreken, dat je dat kan doen nu. Dus het heeft het alleen maar kunnen versterken. Een van de dingen die je natuurlijk als vader doet, en zij die me kennen weten dat ik dat heel hoog hou, is dat ik in principe ook bijvoorbeeld sport met mijn kinderen. We gaan samen trimmen, we gaan samen naar de gym. Weet je, je toont interesse in de dingen die zij ook doen. Met die lockdown heeft het ervoor gezorgd dus dat we wat hechter bij elkaar zijn gekomen en dat die relatie hechter is, maar dus niet dat het minder was. Weet je? Dus voor ons is het alleen maar een extraatje, dus dat we vaker bij elkaar zijn, maar natuurlijk weet je dat het niet zo lang door kan gaan en dat je niet alleen binnenshuis bezig moet zijn, maar ook wat buiten en dat we uitkijken naar zo snel mogelijk naar de normale situatie waar we leuke dingen buiten kunnen. Ja, absoluut. Mitchell, de afgelopen 3 weken, total lockdown, je hebt 2 kleine meisjes thuis. Was het heel ja. Druk voor jou? Heb jij kunnen ervaren wat die moeder moet ervaren? Nou, ik sluit me eigenlijk aan bij Steven. Onze... Een momentje. Ja, mijn kinderen zijn niet thuis, dus... Ja. Kijk. Ik kan deze niet tegenhouden. Ja. Eigenlijk, onze familieband was al heel sterk. Dus het was niet nieuw voor mij, om het zo te noemen. Ik heb altijd ook de tijd geprobeerd te maken voor de kinderen. Leuke dingen doen. En het enige dat minder is dat we nu niet fysiek eruit kunnen gaan om
naar plekken te gaan, maar we proberen zoveel mogelijk ook thuis met de kinderen bezig te zijn. Dus voor mij was het eigenlijk ook een plus, om het zo te noemen. Nou, het is geweldig. Het liefst bracht ik ze natuurlijk... Ja. Het liefst bracht ik ze natuurlijk mee naar de hal om te sporten, maar dat kan voorlopig nog niet. Maar het komt wel hopelijk gauw. Ja, het komt zeker gauw. Ik zie daar die kleine erachter, de groet aan die kleine. Julia, en toch wordt er gezegd dat... kijk, mensen zijn sociale wezens en willen er ook wel uit andere dingen doen. Dat als mensen heel vaak bij elkaar zijn, lange perioden bij elkaar zijn, en dat weet ik niet als dat echt wetenschappelijk bewezen is, dat het huiselijk geweld toeneemt. Is dat zo? Ja, er zijn zeker huiselijke omstandigheden. Die kunnen maken dat, vooral waar er al geweld is, dat het geweld toeneemt. En kijk, helaas heeft de COVID-situatie ook economische impact. In die zin dat heel veel mensen hun baan hebben verloren. Eigenlijk geen economische zekerheid meer hebben. En dat heeft, dat kan consequenties hebben. Zeker op mannen. Omdat in onze samenleving eigenlijk de verwachting nog steeds is. En dat is vaak ook de definitie van de vader. Hij moet geld in het laadje brengen. Hij moet ervoor zorgen dat er brood op tafel is. En dat is wat die vrouw van hem verwacht. Dat is wat de familie van hem verwacht. Dat is wat die totale samenleving van hem verwacht. En als hij in zo'n situatie terechtkomt waar hij zijn baan verliest, inkomen, dan kan het dat er eigenlijk nog meer stress is. En als hij eigenlijk als man niet of onvoldoende heeft geleerd om met, zeg maar, deze negatieve emoties om te gaan, dan kan dat zich uiten in agressie, in geweld. En ja, we zien dat ook wel, niet alleen in Suriname, maar ook wereldwijd, zien we dat eigenlijk gewoon vanwege toegenomen druk op die gezinnen, en vooral gezinnen die het al moeilijk hebben, die eigenlijk al krappe huisvestingsruimte hebben, die financieel al zwak zijn, dat de kans daar nog meer aanwezig is dat er excessen plaatsvinden. En we zien dat ook gewoon in de praktijk. Dus als samenleving moeten we juist in deze tijd nog meer die begeleiding en ondersteuning geven aan gezinnen. En het is eigenlijk ook nu nog meer dan ooit de tijd om na te denken over rollen. Weet je, die grote druk die er is op mannen, om die kostwinnersrol te vervullen en weet je, vooral buitenshuis te zijn, om hosselig geld te maken. En aan de andere kant die vrouw die eigenlijk vooral die rol van moeder, verzorger, bezig zijn met de kinderen heeft gekregen, dat we daarover nadenken. Weet je, dus dat het nodig is dat zowel die moeder als die vader ja, toch meer gaat naar gelijke taakverdelingen. Als die man niet kan werken thuis, dat hij samen met de vrouw kijkt van hoe kunnen we samen het gezin staande houden? Hoe kunnen we overleven? Weet je, waar moeten we steun zoeken? Dus die samenwerking is eigenlijk meer dan ooit belangrijk geworden in deze situatie. Ja, in principe heb je een beetje antwoord gegeven op waar ik op weer voortborduren. Die problemen die kennen we. We willen het brengen naar het positieve. Stel dat ik ben een buschauffeur, ik kan voorlopig niet rijden, veel minder geld. Ik raak gefrustreerd. Als jij me één goede raad zou moeten geven in deze periode om het hoofd niet te verliezen en om dingen nog goed te blijven doen, wat zou dat zijn? Ja, het is niet zo makkelijk om één pasklaar antwoord te geven, omdat de situatie natuurlijk beïnvloed wordt door heel veel verschillende factoren. Weet je, van sociale factoren, maar ook persoonlijkheden. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om ja, vooral die rust voor jezelf te creëren, omdat het ja, die omgeving is zo druk, zo chaotisch. Eigenlijk toch kijken voor jezelf van wat brengt rust? Wat brengt rust in mijn hoofd?
En dat kunnen hele verschillende dingen zijn. Het kan dat het nodig is dat je praat met anderen. Dat je ook gewoon veel meer leuke dingen doet. Dus leuke dingen met je kinderen, met je partner, met vrienden. Waar dat mogelijk is natuurlijk. Want ja, vanwege die lockdown ben je echt aan huis gebonden. Maar eigenlijk toch gewoon je creativiteit aan het werk zet. En probeert om zoveel mogelijk creatieve oplossingen te vinden. Maar wat belangrijk is, is eigenlijk... die rust in je hoofd. En dan kan je, als die rust er is, kan je ook betere besluiten nemen en, weet je, betere stappen zetten. Nou, goede tip in elk geval voor de vaders die het niet meer zien zitten of zagen zitten. Bewaar rust en probeer dingen samen te doen. Julia, ik blijf nog even bij jou. Ik wil praten over rolmodellen. Vaders zijn gewoon rolmodellen. En soms gaat het heel ver dat vaders graag zien dat hun kids een beetje dezelfde richting uitgaan als hun. Bij Mitchell is het gelukt. Mitchell's vader was een top badmintoner. Mitchell die is in de sport meegegroeid. Zijn vader nam hem mee. Hij is zelf een top badmintoner geworden. Maar het zou een probleem kunnen zijn als zeg maar, het kind niet voldoet aan wat die vader graag wil. Hoe moeten vaders aankijken tegen... het zeg maar, beïnvloeden van hun kinderen om een bepaalde richting, en dat voornamelijk meestal wel die richting die zij hebben gevolgd, om die richting op te gaan. Wat is de beste manier dat ze die talenten van die kinderen kunnen ontdekken en kunnen sturen naar het beste dat het kind nodig heeft? Ja, dus ik geloof dat in de opvoeding van kinderen... er eigenlijk twee richtingen zijn. Er is een richting van sturing. Kinderen hebben sturing nodig, want eigenlijk zijn het als wezentjes van een andere planeet. Weet je, ze komen op de aarde en ze moeten eigenlijk nog helemaal leren van hoe ze met het leven hier moeten omgaan. En daar zijn volwassenen heel belangrijk in. Moeders, vaders, maar ook gewoon de hele sociale omgeving is daar belangrijk in. Maar in het sturen moet je eigenlijk ook de ruimte laten om de eigen talenten en capaciteiten van het kind te ontwikkelen. Want uiteindelijk zijn we gewoon allemaal uniek. We zijn unieke wezens. Weet je, met onze eigen talenten, onze eigen gevoelens, onze eigen... mooie dingen, misschien ook donkere zijdes, maar in elk geval zijn we uniek. En het is heel belangrijk dat we daar ruimte voor creëren. Weet je, dat we niet kinderen als eigendom zien. Weet je, van jij bent mijn kind, dus ik moet bepalen hoe jouw leven er verder uitziet. Je kan heel erg het kind begeleiden in het maken van keuzes. Maar ik denk dat het uiteindelijk betere resultaten geeft, ook voor het kind zelf, als het kind daar zelf over kan beslissen. Ja, geweldig. Mitchell, jij bent meegenomen door je vader. Het heeft goed gewerkt. Je had er zelf belangstelling voor. Je bent uitgegroeid tot een grote topper, evenals papa. Nu heb jij twee kinderen. Ga je ze meeslepen naar het badmintonveld? Ja en nee. Ik denk natuurlijk, je brengt ze in het begin mee om te kijken als de interesse er is. Maar voor mij is het ook oké als ze andere interesses hebben. Mevrouw Julia zei het al, zij zijn uiteindelijk hun eigen unieke ik. En wij kunnen alleen begeleiden en natuurlijk de juiste weg proberen te wijzen. Maar uiteindelijk ligt de keus bij hunzelf. Ik ben ook leerkracht geweest en ik heb ook mijn hoedanigheid als trainer ook gezien dat ouders vaak hun kinderen pushen in de richting dat zij willen dat kind wordt. En die kinderen doen het misschien ook, maar zijn er helemaal niet blij mee. En ik wil dat ook voorkomen voor mijn kinderen, dat ik uiteindelijk als ze ouder worden een soort afkeer naar mij toe hebben en zeggen van ja, eigenlijk wilde ik het niet doen.
En ja, wij zijn er ook niet voor altijd. Dus ik zorg ervoor dat ik ze de keuzes laat maken die, waarin zij zich blij voelen. Super. Dat is belangrijk. Oké, dus hij gaat niet boos worden als die kinderen geen top badmintoners worden, maar ergens anders brengen. Nee, helemaal niet. Oké. Steven, net als wat je ook eerder zei, zijn we talenten. Ja. Dus dat moeten we... Voor jou dezelfde vraag, Steven. Je hebt een vrij succesvol leven. Hoe kijk je aan tegen talenten van je kinderen die niet evenwijdig lopen met talenten die jij hebt? Laat me zo beginnen, wat deze vraag betreft, dat wij als vader, we moeten niet proberen de perfect vader te zijn. We zijn niet perfect. En dat moeten we onze kinderen ook niet aansnijden. We moeten ze laten zien dat we ook onze tekortkomingen, onze flaws hebben. En dat we goed zijn en dat we fouten kunnen maken. Maar wat wel je rol als vader moet zijn, of je nou in een gezinsrelatie, huwelijksrelatie bent of niet, je rol en verantwoordelijkheid als vader moet je altijd nemen. En ik had het al eerder aan het begin gezegd, is om je kind, je ziet graag dat je kind succesvol wordt in de maatschappij. En het succesvol worden, moet je beseffen dat dat niet komt vanwege een druk, vanwege in feite je kind onder druk zetten. Maar dat het meer gaat om dat kind coachen, zodanig dat hij meerdere kanten ziet en meerdere opties ziet. En uiteindelijk wat het beste voor hem of haar is, gaan kiezen. En zo heb ik het ook benaderd in mijn opvoeding. Ik heb het opgesplitst in twee. Van 0 tot 15 zie ik een heel grote verantwoordelijkheid voor mezelf en mijn kind om dat te begeleiden. Daar zie ik echt dat stukje van voeding en opvoeding. Eentje, dat is heel erg belangrijk. En wanneer het gaat om trend 15 naar boven, 16 naar boven, dan is het meer de coach. Want dan is je kind al zodanig ontwikkeld, de interessegebieden. En daar zit die dat kind vaker op een kruispunt om keuzes te maken. En daar kom je in om dat kind te begeleiden. Als het gaat om sporten, als het gaat om carrière, moet je daar zijn om dat kind te begeleiden, om adviezen te geven. Zeg van, heb je het zo bekeken, heb je het anders bekeken? Waardoor op een gegeven moment dat kind kan zeggen van, oh Ainopa, vanwege jouw ervaring, dat had ik niet zo gezien. Maar ook moet je dat kind kunnen voorhouden, dus fouten die jij ook hebt gemaakt, dat kind dezelfde fouten niet maakt. Want ik neem mezelf als voorbeeld. Ik had niemand echt om mij te begeleiden. Want mijn vader was analfabeet. Mijn moeder, marktvrouw, ook analfabeet in termen van westerse educatie. Dus ik moest zelf de weg vinden. En die situatie in grote lijnen wil ik niet dat mijn kinderen dat meemaken. Dus in feite ben ik een bron voor ze van informatie en adviezen, zonder dat ik ze onder druk zet van deze weg moet je volgen. Dus laten we geen perfecte vader proberen te zijn. Dat zijn we niet. En daardoor onze kinderen onder druk zetten. We moeten gewoon eenvoudige, simpele mensen. Dat tonen simpele mensen zijn. Dat moeten we tonen aan onze kinderen en dat ze fouten kunnen maken. En ook in hun keuzes en ze daarin gaan begeleiden. Oké, okay, nice. Ik blijf nog even bij Steven. Ik vind het mooi, we hebben een panellid met een Maron achtergrond en een panellid met een Javaanse achtergrond. Steven, jij bent er echt mee geconfronteerd geraakt. Jouw ouders, jouw vader recht van het binnenland. Nu ben jij gewoon hier in de stad. Je moet in die moderne samenleving moet je functioneren. Hoe moeilijk was het voor jou? Of hoe moeilijk is het voor jou als vader om, want ik denk dat je cultuur wel koestert. Hoe moeilijk is het voor jou als vader om dat stukje cultuur en dat stukje westerse opvoeding aan je kinderen over te dragen? Ik mag van geluk spreken. En ik denk niet ik alleen natuurlijk. Dat mijn ouders, hoewel niet
westers educated, dat ze ook modern in denken waren. Dus daarom moeten mensen nooit de fout maken om iemand die geen westers onderwijs heeft genoten te zien als niet intelligent of dom of achterlijk. Mijn ouders hadden in principe als doel voor zichzelf gesteld, zeg van, mijn kinderen die wil ik een zodanig onderwijs geven dat ze uiteindelijk niet in dezelfde situatie belanden als mij persoon. Ik wil dat ze een rol van betekenis vormen in de samenleving. En dat heeft gemaakt dat ze naar de stad zijn getrokken. Toch? En wat mooi was, we leefden naast niet Maron mensen. We leefden naast Hindustaanse buren. En ik mag blij zijn dat ik ook naast die Hindustaanse buren heb gewoond. En ik heb ook kunnen ervaren hoe mijn moeder, vooral die vader in de stad, die achterbleef in de stad, hoe modern ze van denken was in termen van, ze was niet iemand van discriminatie in de zin van, ja, dit is Hindustaanse cultuur en dit is Maron cultuur en daaraan moet je je houden. Ze gaven ons wel mee de basisdingen van de Maron cultuur, zoals je voeding, zoals gewoontes en dergelijke. Dus dat heeft mij de ruimte gegeven om een goede combinatie te maken, zeker als jongste uit een gezin van 9, om een goede combinatie te maken van mijn cultuur, mijn Maron cultuur en het Westerse. Want ik koester nog steeds het Maron deel en ik gebruik dingen die goed zijn. En er zijn ook een aantal dingen waarvan je zegt van dit is niet meer te gebruiken. In deze tijd, en dan moet je dat ook niet meer gebruiken, zeker vanuit je westerse kind. Dus voor mij is het geen enkel probleem en ik voed mijn kinderen ook als zodanig op zo met beide culturen. De mooie en leuke dingen van de brandcultuur, ook de mooie en leuke dingen van het westerse. En duidelijk te maken dat het niet alleen het westerse is en niet alleen de Maron cultuur is en dat ze zich open moeten stellen voor ook andere culturen. En zo leven ze en ik ben blij de wijze zoals ze leven, zoals ik ze in feite gecoacht heb om te leven. Super. Mitchell komt van een hele andere cultuurgroep, vanuit de Javaanse cultuur. Je hebt Stevenson verhaal gehoord, van jou is sowieso anders. Hoe ga jij om met jouw Javaanse cultuur in de opvoeding van je kids? Dus ik ben niet volbloed Javaan, maar overgrootste deel wel. En ik ben natuurlijk wel geconfronteerd geworden met de cultuur. Maar ik ben eigenlijk ook in dezelfde boot. Mijn ouders komen uit het onderwijs en zijn al heel vroeg ook naar de stad gegaan. Waardoor ik ook niet de traditionele opvoeding heb gehad volgens cultuur. Ik ben opgegroeid in de westerse cultuur, om het zo te noemen. En natuurlijk ken ik ook het reilen en zeilen zo'n beetje binnen de Javaanse cultuur. Maar ik denk ook dat qua mijn opvoeding natuurlijk de goede dingen meeneem en voor mezelf ook zeg van, hey, ik ben het niet eens met deze manier, dus ik ga mijn kinderen ook niet op die manier opvoeden of ik zal het ook niet toepassen. Dus ik probeer natuurlijk ook bepaalde dingen in stand te houden. Dat wat ik niet weet, probeer ik ook te leren. Maar op zich, bijvoorbeeld ik, ik kan geen Javaans praten, ondanks mijn familie Javaans praat. Maar meer omdat mijn vader ook geen Javaanse achtergrond heeft, dus er werd thuis geen Javaans gesproken. En vroeger vond ik het ook niet nodig om te leren. Achteraf heb ik er nu wel spijt van dat ik het niet heb gedaan. Maar gaandeweg probeer ik toch wel hier en daar wat te weten te komen wat ik niet ken. En trouwens, ik was heel vroeg met sport begonnen. Dus tijd voor culturele dingen had ik op zich niet. Het enige waaraan ik dacht was badminton. En mijn vader was dus ook trainer van de selectie en van de club. Dus
Wij spenden onze tijd meer ook in de badmintonzaal. Oké. Ik wil toch aan Julia vragen. Je hoort twee hele grote verschillen en dan moet je bedenken dat er meer cultuurgroepen zijn. Hoeveel invloed heeft de cultuur, en dan bedoel ik die verschillende culturen, op het vaderschap? Verschilt het vaderschap van cultuur tot cultuur en zijn de verschillen groot? Kijk, sowieso hebben tradities invloed op opvoedingspraktijken. En wij zijn een samenleving met een specifieke geschiedenis. Weet je, we komen uit slavernij, uit contractarbeid. We hebben verschillende fasen in die ontwikkeling meegemaakt. We zijn multi-etnisch, we zijn multireligieus. Dus het is eigenlijk vanuit verschillende hoeken dat er waarden en normen worden ontwikkeld. Maar wat belangrijk is, is dat we beseffen dat cultuur niet statisch is. Hè? Cultuur is dynamisch. En dat hebben eigenlijk zowel Stephen als Mitchell geïllustreerd. Je kan in een bepaalde etnische groep geboren en opgegroeid zijn. En het kan dat er daar bepaalde tradities golden. Maar tegelijkertijd sta je ook onder invloed van andere tradities. Andere gewoontes die je eigen kan maken, die je aanspreekt en die je overneemt. Maar het is dus, ja, het is heel dynamisch en er is veel diversiteit. Wat ze ook hebben gezegd is, je hebt ongezonde tradities. Je hebt gezonde tradities, weet je, en ik denk dat we dat vooral in oog moeten houden. Dat we kritisch staan tegenover, zeg maar, dat wat aan ons wordt geleerd. Zelf als het van je ouders komt, weet je, om dat niet als vanzelfsprekend aan te nemen, maar eigenlijk daar gewoon heel kritisch naar te kijken en eigenlijk voor jezelf vast te stellen van wat voelt goed. Wat voelt goed en waar heb ik goede ervaring mee? En wat kan uiteindelijk leiden tot een goede uitkomst? Weet je, als we bijvoorbeeld kijken naar die oude rol, dan was het vroeger eigenlijk wijdverspreid, die traditie van kinderen opvoeden die eigenlijk niet je biologische kinderen zijn. Dus het kan dat je zus of je broer in moeilijke leefomstandigheden is, grote gezinnen. Die brachten hun kinderen naar familie en die hielpen dan mee om op te voeden. Weet je, en het is een traditie die je soms nog ziet, maar eigenlijk past het niet meer in deze tijd. En mensen gaan dus eigenlijk, ze hechten steeds meer waarde aan je kinderen zelf opvoeden. Dus vaders en moeders worden heel belangrijk in de opvoeding van die kinderen. Maar je ziet dat er ook gewoon andere waarden komen over, weet je, die rol van die man en die rol van die vrouw. En er is eigenlijk steeds meer discussie over hoe kunnen we dat gelijkwaardig doen. Dus ook gewoon de zorgtaken gelijkwaardig verdelen. En weet je, dat kind ook gewoon inspraak geven, dat kind mondig maken, tegelijkertijd wel met respect. Weet je, in die relatie. Dus die samenleving is constant in verandering. En het is heel belangrijk dat we ook in onze opvoeding daar rekening mee houden. Dat onze opvoeding aansluit op de behoeften in deze tijd. Oké, nice. We gaan zo zoetjes aan naar het einde van het programma. Er is toch één aspect waar ik het met Julia voornamelijk over wil hebben. Als we praten over eenoudergezinnen, denken we bijna automatisch aan een alleenstaande moeder. Maar er zijn ook gezinnen, eenoudergezinnen, met een vader en geen moeder. Dat lijkt me niet zo makkelijk. Stephen en Mitchell hebben dat probleem niet, denk ik. Maar Julia, voor eenoudergezinnen met een man als ouder, ze hebben het niet makkelijk, denk ik. Maar wat zou jij als advies willen meegeven aan deze mannen die man en vrouw, vader en moeder tegelijk zijn in een eenoudergezin? Ik denk dat als je het vergelijkt met vrouwelijke eenoudergezinnen,
dat vrouwen gewoon vanwege de manier waarop ze zich bewegen in die samenleving en de relaties die ze aangaan, dat ze misschien toch veel makkelijker kunnen terugvallen op sociale netwerken, op andere vrouwennetwerken die hun ondersteunen in de opvoeding van die kinderen. Ik denk dat wanneer vader één ouder zijn, dat het eigenlijk ook een beetje op die manier werkt, dat die vader is weliswaar de vader in dat gezin, maar tegelijkertijd valt hij ook weer terug op vooral vrouwennetwerken. En dat heeft eigenlijk ook gewoon te maken met het feit dat vooral vrouwen die zorgtaken op zich hebben. Dus het is moeilijker natuurlijk voor zo'n vader, ook vanwege de manier waarop die samenleving naar hem kijkt. Dus misschien is het veel moeilijker voor hem om oppas te vinden als hij zeg maar die familie niet heeft. Of misschien zijn formele instanties minder geneigd om hem te helpen of herkent hij de weg niet. Dus ja, ik denk dat het toch een ander soort ervaring is. Maar ik denk dat wat belangrijk is, is dat we als samenleving weten dat het vaderschap, het moederschap, dat het geen makkelijke taak is. En dat we eigenlijk zowel vaders als moeders daarin moeten ondersteunen. En dat kan door een sociale omgeving, maar het kan ook door beleid. Bijvoorbeeld is er niet zo lang geleden een wet aangenomen in de assemblee dat het ouderschap regelt, niet alleen het ouderschapsverlof voor vrouwen, maar ook voor mannen. Weet je, dat is een nieuwe ontwikkeling, maar eigenlijk is het een erkenning van de belangrijke rol van vaders. En ook gewoon die ondersteuning naar vaders toe. Oké. Ja, ik kan begrijpen dat ze het niet makkelijk hebben, maar die ondersteuning vanuit niet alleen maar de overheid, maar ook de sociale ondersteuning is erg belangrijk in deze. We zijn zo goed als aan het einde van het programma, maar we hebben dit programma gemaakt in verband met Vaderdag. Dus we gaan natuurlijk afsluiten met een korte, krachtige vaderschapswens van alle drie panelleden. En ik begin met Mitchell. Mitchell, een vaderschapswens aan alle vaders en vaderfiguren die we niet moeten vergeten. Misschien hebben ze geen biologische kinderen, maar ze vervullen een fantastische job. Ook voor hun moet deze wens bestemd zijn. Mitchell. Nou, ja, een wens. Ik denk dat ja, ik hoop natuurlijk dat we een prettige dag hebben, ongeacht de omstandigheden. Ik denk dat corona ons ook leert dat dus deze dagen dat eigenlijk het samen zijn belangrijker is dan speciaal eruit gaan om dingen te doen. En ik hoop dat ze dus ook de dag mogen ervaren met hun familie en hun gezin. Als dat natuurlijk niet mogelijk is, ja, ik denk aan dan ouders die ver werken, dat ze toch nog een prettige dag mogen hebben. En ja, eigenlijk, hoe moet ik het anders zeggen? Keep up the good work en wees niet bang om hulp te vragen indien nodig, want ik dat ook een struikelblok is voor vele vaders. Maar dat we voor elkaar zijn. Oké, dat is een belangrijke. We zijn er voor elkaar. Steven, jouw wens voor de vaders en vaderfiguren in verband met Vaderdag? Oké. Laat me zo mee beginnen. Het neemt niet weg dat ik even mijn politieke pet moet opdoen. Hallo. Dit is geen politiek programma. Hè? I know. Maar okay. Het is gewoon een boodschap. Als ik zo kijk naar de omstandigheden waarin we verkeren, als Surinamer, maar vooral als vader, dan is dat niet makkelijk. Dat is al eerder aangegeven. Mijn wens onder andere is hierbij dus dat
de overheid uiteindelijk de ontwikkeling mag namelijk van de mens zou gaan benaderen vanuit een gezinssituatie. Dus niet los pas, maar dat we daadwerkelijk met elkaar gaan besluiten als overheid, als Suriname, dat we support gaan geven aan het gezin. Of het nou een ouder gezin is of een volledige gezin. Ik vind dat dat de basis is voor alles wat met ontwikkeling van kinderen, van gezinnen, van de mensen, van je hele community te maken heeft. Als je daarin ondersteunt en met deskundigheid zoals Julia die hier aanzit en dat we die mensen hebben nodig hebben en inzetten voor de begeleiding, dan weet ik dat we veel minder issues zullen hebben als het gaat om een vader, als het gaat om vaderschap, als het gaat om gezinssituatie. Dus dat is mijn main boodschap. En tweede is natuurlijk dus dat ik alle vaders, maar ook de moeders, gezinnen, een bijzondere dag toewens op deze dag. En dat ze daadwerkelijk een moment kiezen om zich te bezinnen en nagaan hoe ze hun rol als vader het beste kunnen invullen. Ja? In wat voor situatie ze ook mogen zijn. Maar dat je gewoon het moment neemt om te bezinnen. Zeg van, je verkeer hierin. Als vader is een keuze die ik heb gemaakt, bewust of onbewust. Maar ik zit erin. Wat moet ik als beste doen om mijn rol goed in te vullen? En enjoy the day en geniet van de dag met je gezin. Ja? En voor zij die geen vader vaders meer hebben, koester de mooie en leuke herinneringen met je vader. En dat is mijn boodschap. Geweldig, Steven. En natuurlijk gaan we afsluiten met de vrouw in het geheel. Julia, ook voor jou een boodschap richting de vaders en de vaderfiguren. Ja, die wil ik heel graag geven. Ik denk dat we als samenleving heel veel te winnen hebben met een grotere betrokkenheid van vaders. Moeders zijn belangrijk, maar vaders zijn ook heel belangrijk. En vaderschap kan je leren. En je kan er eigenlijk al, nog voordat je partner zwanger is, kan je zeg maar daar al mee beginnen. Dus de voorbereiding van de zwangerschap, dat die man, vader daar gewoon heel betrokken bij is. Maar ook tijdens de zwangerschap, dus eigenlijk nog voordat het kind geboren is, kan je eigenlijk al zeg maar beginnen in te groeien in die rol van vader, vooral als het je eerste kind is. En ook gewoon die zwangerschap zien als jouw zwangerschap. Dus niet alleen de zwangerschap van die vrouw, maar ook gewoon in je beleving kan je daarin verplaatsen. En uiteindelijk is er de geboorte en ook gewoon vanaf de geboorte, weet je, dicht bij je kind blijven. Ik denk dat dat hele positieve ervaringen zal opleveren. Omdat het eigenlijk vooral gaat om een relatie opbouwen met een nieuw mensje. Je daar helemaal open voor stellen. En het zijn momenten van, vooral van vreugde, van blijdschap, positieve emoties. Kinderen herinneren je er eigenlijk constant aan dat je onbezorgd kan leven. Weet je, zij hebben ook emoties, maar het zijn er eigenlijk sterren in om negatieve emoties gewoon ook snel opzij te zetten. Dus we kunnen zoveel leren van kinderen. En vaders kunnen daar echt gewoon ook gewoon hun voordeel uithalen. En uiteindelijk is het ook gewoon een voordeel voor die totale samenleving. Nou, dankjewel. Mooie woorden. Ten slotte van Julia Terborg. Hiermee zijn we echt gekomen aan het eind van dit programma. Nou, er is nog zoveel te vertellen. We zijn aan tijd gebonden. Maar ik wil jullie van harte bedanken voor jullie bijdrage. Julia, Steven en Mitchell. Er is aardig wat naar voren gekomen, heel veel naar voren gekomen. En daarvoor bedank ik jullie. Jullie waren subliem. Ook aan jullie wens ik een hele prettige vaderdag toe. Met je gezin of met papa of met wie dan ook. Maar maak er een leuke dag van. Alsnog bedankt, hè? Dankjewel.
Thank you very much. Jij ook aan de vader. Graag gedaan. Dank je wel. En hiermee, dames en heren, zijn we echt gekomen aan het eind van dit programma. Ik wil toch nog wat belangrijke kernpunten naar voren brengen die gezegd zijn. Eén is, vaders, heb aandacht voor je kinderen. Dat is superbelangrijk. Heb aandacht voor je kinderen. Twee is, vaderschap houdt in gevoel, het houdt in emotie, het houdt in binding met jouw gezin. Wat betreft kinderen zijn uniek, begeleid ze, maar laat ze tenslotte toch hun eigen weg opgaan. En wat ik het allermooiste vond, is dat die opmerking gemaakt werd dat er zijn geen perfecte vaders. Probeer je best te doen. Perfect wordt het nooit, want er is geen blauwdruk daarvoor. Maar doe gewoon keihard je best. Een hele fijne vaderdag aan alle vaders en vaderfiguren in Suriname. Bedankt voor uw aandacht en tot de volgende.